Welkom op Vista. Vandaag deel 4 van de Kruidvat XL Tour naar België. Gaan we beginnen. Hallo allemaal, welkom bij Altvista en welkom bij weer een nieuwe video. Ja, vandaag deel 4 van de Kruidvat Pops. Het houdt niet op. Tevens wel het laatste deel, kan ik jullie wel eens vertellen. Ja, het is bloedheet hier nog steeds in de studio. Ja, het komt ook door de lampen, heb ik vorige keer al uitgelegd. Hè. De verlichting heb ik nodig om te zorgen dat de kleuren een beetje mooi uit komen te zien. Maar dan wil ik wel zeggen dat het hier verschrikkelijk warm is. Maar goed, we gaan er lekker snel doorheen. Gaat heel gaaf worden. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk vandaag weer pops behandelen van de Kruidvat. Ik heb er weer 5 heen te scoren. We zijn het heel lang door geweest, dus daarover zo meer. We gaan natuurlijk een giveaway bekendmaken en we gaan een nieuwe giveaway doen. Ja, de vorige giveaway was natuurlijk die vraag, welke pop, hè, die ik toen liet zien inderdaad, was niet van de Kruidvat. Hè? Ik had onder het meer, had ik bijvoorbeeld Loki, hè, zo deze. Daar valt het een hoor. Had ik, kan zeggen, die is wel van de Kruidvat. Kun je allemaal onderaan zien. Maar de pop die niet van de Kruidvat was, was namelijk, ik kan je er nu over vertellen, dat is namelijk, tada, van de Fight Club. Zeker te weten, 919. Nee, deze was niet van de Kruidvat. Je ziet ook niet, geen Kruidvat sticker onderop. Nee, deze was zeker niet, is er nooit gelegen. Heel gaaf pop wel, ben ik heel blij mee. Tyler Durden. Dus die lag dus niet bij de Kruidvat. Ja, degene die dat goed heeft, gaan we dus straks feliciteren. Aan het einde van de video gaan we dat bekendmaken. En we gaan een nieuw giveaway doen. Hoe vet is dat? Ja goed, wat kun je winnen? 25 euro aan shoptegoed kun je winnen van Tiny Titan. Heel erg vet. En je moet natuurlijk geabonneerd zijn, een video geliked hebben en het goede comment geven natuurlijk onderin. En dan maak je kans op wederom 25 euro. En we gaan vandaag iemand weer blij maken met 25 euro. En je kunt dus weer 25 euro winnen. Hoe vet is dat? Maar goed, we zijn dus het hele land doorgereisd. Ik heb vorige keer ook al gezegd, om Funkopops te hunten. Ja, echt waar. Van Enschede tot Maastricht, van Maastricht tot Utrecht, Flevoland, Zeeland. Overal zijn we geweest. Zelf België zijn we geweest. Ja, ja, zelf België hebben we gedaan. Om te kijken of we Funkopops hadden. Ja, we gaan zelfs in België beginnen. Dus we hebben echt waar, zelfs de grens zijn we overgegaan. En wat heb ik dan gevonden? Hele vette pops. Ja, er lagen er heel veel. En we hebben eigenlijk zoveel mogelijk pops gescoord eigenlijk. Om de tweede pops die ik nog niet in de collectie had. En die hebben eigenlijk allemaal wel geweten te vinden. Hoe vet is dat? Dus ik laat jullie niet lang wachten. We gaan heel graag kijken wat ik allemaal even weet te scoren. In deel 4. We gaan beginnen. Kruidvat in Antwerpen. Kijk wat ze hier hebben. Gouden berg. In België helemaal niks. Nee, dan gaan we gauw de grens weer over. Terug naar Nederland. Nu zijn we in Nieuwegein. Oh, daar is een Kruidvat. We gaan kijken. Yes, ik heb het goed voor jou nog niet. Loki. Zo, we zijn nou in Ede. Hier eens even kijken. Ja, heerlijk veel pops. Kijk aan, zoals jullie zagen. In België lag helaas niks. Nee, die deed je niet meer in de actie. Ik heb het ook gevraagd, maar ze zeggen, alleen, nee, ik weet niet wat je het over hebt. Ik zei, nou, vooruit, dan ben ik snel weg hier. Het was heel mooi weer trouwens in Antwerpen. Het was trouwens overal mooi weer, dus ook in Antwerpen. Dus, maar goed, ik heb wel andere pops in te scoren en die gaan we behandelen. Heel erg gaaf. We gaan ze snel uitpakken. Heel tof, ik ben heel enthousiast. De volgende pop is namelijk deze. En deze vond ik zo gaaf. Het is namelijk van Max Strike Monster Hunters 992. Ik moet goed zeggen. Marvel Max Strike Monster Hunters 992 Loki. En ik vind deze pop zo ontzettend tof. En ik had hier al wel een pop van. Thanos hadden we al in deze set. En nou hebben we dus Loki erbij. En ook deze is een set waar ik hier niet eerder bij de Kruidvat heb zien liggen. 992, maar hier ook weer, kijk aan, daar zit die verdomde sticker. Vorige video heb ik het ook al verteld. Hè, het zijn magneetstickers om te zorgen dat de poortjes afgaan. Die plakken ze tegenwoordig ook op. Ik vind het heel erg jammer. Dus Kruidvat, dat je kijkt, stop ermee. Stop ermee. Of doe desnoods,
Ja, doe ze dan dus onderop. Hè? Daar, ja, vind ik ook erg, maar liever onderop als bovenop. Hè? Het is maar een tip. Kijk aan, dat is hij dus. Heb je een tip trouwens om de sticker eraf te krijgen? Laat even in de comments. Hè? Ik zou heel dankbaar zijn. Maar goed, 992 Loki, dit is een set van 5. Kijk aan, dan zien jullie hierachter. Heel erg gaaf, Loki. Ja, Loki heeft natuurlijk wel vaker bij de Kruidvat gelegen. Liet net al zien, hè? Die groen pop heeft er ook gelegen. En nou dus deze. Hele toffe pop. Goed, dan de volgende pop. En dan pakken we deze bij. Ja, dit is heel gaaf. Player One van Squid Game 1223. Het is O-Il Nam. En hier zit die sticker niet op bovenop. En wel goed, de normale Kruidvat sticker. Die kunnen we eraf halen. Heel gaaf. Nummertje 1. Ja, hij lijkt er meer pop van, waaronder Player 456. Ja, en ik kan jullie vertellen, die heb ik niet gekocht. Waarom? Omdat ik die al gekocht heb. Ja, die gaan ook binnenkort gaan jullie bekendmaken. Die heb ik namelijk ergens in Duitsland gescoord. Dus die gaat nog een keer voorbij komen in een andere video. Dus daar hebben we nog een tasje voor compleet voor klaarstaan. Dus dat gaat best gaaf worden. Maar ik heb daar trouwens wel meer voor betaald als nu bij de Kruidvat. Ja, sterker nog, ik denk misschien wel over het dubbele. Maar goed, daar ga ik het maar niet meer over hebben. Deze heb ik tenminste voor 6 euro. Dat is gaaf. Player One, O-Il Nam. Nummertje 1223 van de Kruidvat Squid Game. Ja, ik weet nog goed inderdaad toen de serie net uitkwam, waren ze zo ontzettend populair. Er zijn natuurlijk heel veel fake pops naartoe gemaakt zelf van Squid Game. Dat heb ik trouwens een keer laten zien in een video. Ik weet even niet uit mijn hoofd waar ik toen was. Ik was in Maastricht volgens mij. Kijk die video maar even terug. En daar zag je zelf nep pops die je daar kon kopen. Nep Funko pops. En later inderdaad is toch de originele serie uitgekomen. Maar ik denk niet dat het een groot succes is geweest. De pops, want ze liggen eigenlijk nou voor heel weinig geld in de winkels. Ik heb ook niet het idee dat er echt een exclusive is. Dat je kunt zeggen, nou ja, die is wel veel waard. Ik denk het niet. En misschien straks als seizoen 2 uitkomt, dat ze ineens weer omhoog gaan. Wie zal het zeggen? Goed, de volgende pop, ik blijf maar even in dezelfde serie, is namelijk die volgende. Player 0100, nummertje 67. Kang Sha-pyeong. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Nummertje 1224. Kijk aan, uit diezelfde set, Squid Game, de Netflix hitserie. En ik ga hem eruit. Eerlijk bekend, ik heb niet heel seizoen afgekeken. Ik heb wel de eerste aflevering gezien, maar ik heb het niet tot het einde gehaald. Dus komt gewoon, er is zoveel aanbod tegenwoordig en ik kan niet alles volgen. Dus, maar ik ga het nog wel een keer uitzitten. Het is trouwens geen bobblet, zie ik nou. Het is wel heel vet, 1224. Een set van 6 waar we dus straks, hopelijk, dus de helft sowieso compleet van hebben. En misschien zien we die andere pops ook nog bij de Kruidvat liggen. He, we moeten dan nog hebben 199, 218 en een Mars Worker. Kijk aan. En dan weet ik wel dat de Mars Worker trouwens wel bij de Kruidvat heeft gelegen. Die heb ik gemist. Maar ik heb tenminste een goede vriend van mij, die heeft hem wel gevonden. Dus ja, Cyrano, gefeliciteerd als je kijkt. Ja, die had hem wel, ik helaas niet. Goed, 3 pops gehad en dan gaan we over naar de volgende. En dan moet ik eventjes goed kijken of we welke als eerste doen. Ja, we pakken deze, is leuk. We gaan met deze beginnen. Het is namelijk Catwoman. En dit gaaf, die heb ik in 1 winkel heb ik die weten te vinden. En deze heel gaaf, nummertje 225. Dit is wel grappig, dat is een prijsvraag van geweest. DC Comics Bombshells. Dit is namelijk zo'n pop die ik in de full set had. De eerste full set trouwens. Die ik via de Kruidvat compleet heb gekregen. En dit is de special edition. Oftewel de With Purpose. Post With Purpose. Het geld dat ik dus opgebracht voor de verkoop van deze pop. Ging naar de borstkankerstichting onderzoek. Ja, heel erg gaaf. En hierachter kun je dat zien. Heel erg gaaf. Gaaf is dat inderdaad. Die Pops For Purpose. Elke Pop For Purpose gaat zijn geld geven aan het goede doel. Elke keer weer een ander doel. En ik vind de box ook wel gaaf, want hij is niet... Kijk, dus bij deze kunnen jullie wel goed zien. Die blinkt een beetje en deze is wel matter. Zie je dat? Dat heeft echt ook een andere doos, heeft hij. Hij is zeker echt, vaak hoor ik ook eens, hey, Pops van de Kruidvat zijn nep. Nee, absoluut niet. Alle Pops van de Kruidvat zijn echt 100% echt. Geloof me nou maar. Ja, deze komt op 2021. En ik vind hem wel gaaf. Catwoman 225. DC Comics Bobshells. Kan ook niet, hè. Nederlandse retailers kunnen geen nepproducten verkopen. Gebeurt ook niet. En bij de Kruidvat, echt waar, 300% zeker. Allemaal legit. Zeker te weten. Goed, en dan gaan we over naar de volgende pop. Ja, dit is heel erg gaaf. Ja, deze heeft een vriend van mij weten te scoren. Die heeft natuurlijk ook gefilmd. Die ga ik natuurlijk nogmaals een keer bedanken. Want die heeft veel gedaan voor alle video's die we gedaan hebben bij de Kruidvat. Martijn, bedankt. Echt heel erg tof. En die heeft ook deze gescoord. Het is namelijk van Space Jam, een nieuwe legacy. Ik had deze pop al, maar nog niet. De Chase! Juist, de Chase. Die wilde ik hebben. Ik was zo blij dat hij weer te scoren. Ja, Dom hadden we al. We hebben nu natuurlijk ook Dom de Chase. Ja, pops nagenoeg hetzelfde. Alleen hier heeft hij dat hele gave Times of Tune Squad basketbalpakje aan. Hele gave pop. Ja, uit deze grote set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pops in deze set.
Het is dom. De Chase. Eindelijk weer een Chase van de Kruidvat. Ja, en ik heb al eens een verzoek gekregen, een paar video's geleden van Koen. Laat eens een keer al je Chase pops zien. Ja, gaan we binnenkort eens doen. Ja, die gaan we eens een keer uitzoeken. Ik heb sowieso, zijn we de studio een beetje aan het verbouwen. Dat zeg ik al heel lang, maar het is verschrikkelijk warm hier. En dan moeten nieuwe kasten bij komen. En dan kan ik misschien alle Chase eventjes uit de collectie halen bij elkaar zetten. Hè, zodat we inderdaad kunnen kijken inderdaad, welke Chase hebben we nou allemaal in de collectie. Ik denk dat er best veel zijn. Ja, stiekem denk ik dat we best veel Chase Pops hebben, als ik me niet vergis. Maar wel een heel gaaf idee, dus gaan we zeker iets mee doen. Goed, tot zover ik alle pops die we gescoord hebben van de Kruidvat. Echt heel erg gaaf. Ik ga ze eventjes hier neerzetten. En ik ben heel erg benieuwd welke jullie het tofste vinden. Ja, ik moet zeggen wel gaaf, Max, Twike, Monster Hunters heb ik nog nooit bij de Kruidvat gezien. Squid Game ook niet. Zou wel gaaf zijn als die set, dat we die compleet kunnen krijgen via de Kruidvat. Space Jam heeft er al wel eens gelegen. DC Comics Bombshells heeft er ook wel eens gelegen. Dus ja goed, je weet het niet. Hè. Misschien krijg je straks de hele set er nog wel komen terug van Space Jam. Hè, want Marvin heeft er ook wel eens een keer gelegen. En vorig hadden White Mamba hadden we natuurlijk. LeBron James heb ik nog niet gezien. Ook het staan dat jullie die wel gezien hebben. Ja, hebben jullie andere pops dan gezien bij de Kruidvat? Laat even in de comments, hè, welke ik gemist heb. Goed, en dan gaan we over naar de prijswinnaar van vorige week. Ik zei het al, Tyler Durden, dat was die pop die we zochten. Dat was de pop die niet van de Kruidvat was. En daar hebben we een winnaar uit gevonden. Dus we gaan eventjes deze hier neerzetten, anders staat hij direct in de weg van de winnaar. En de winnaar namelijk van de vorige giveaway, oftewel, die wint die 25 euro shopgoed van Tiny Titan, is geworden... Bam! Yes! Staat jouw naam naar hierboven? Nou, gefeliciteerd. Je hebt 25 euro shoptegoed gewonnen. Wat moet je doen? Even een mail sturen naar altivisten@gmail.com. En dan stuur ik je zo snel mogelijk digitaal de shoptegoed giftcard toe voor 25 euro. En dan kun je iets heel tofs verkopen op de website van Tiny Titan. Waar we deze samenwerking mee doen. Heel erg gaaf. En laat dan even weten wat je gekocht hebt. Hè. Ik ben heel erg benieuwd. Kunnen we over tijd kunnen gaan een video van maken. Heel tof. Goed. En we gaan de volgende giveaway natuurlijk ook bekendmaken. Ja, vorige keer ging het dus over. Je liet 4 pops zien. En de vraag was, welke pop komt niet van de Kruidvat? Nu draaien we het om. Ik laat weer 4 pops zien. Maar deze keer is maar 1 pop wel van de Kruidvat. En die andere die. Spannend. Ja, en normaal, ik heb het wel een beetje moeilijk gemaakt. Er zitten ook pop bij die misschien wel van de Action zijn. Ja, houd dat in de gaten, hè. Deze moeten echt waar van de Kruidvat komen. Nou, de eerste pop die ik laat zien is... Super Chicken. 962. Kruidvat of niet? Wie zal het zeggen? De volgende pop is... Van Us. Het is Plus. Of Plus. Pluto. Ja, 839. Daar hebben we serieus Plus. Of Us pops gelegen bij de Kruidvat. De volgende pop is... Van Adventure Time en Minecraft. Princess Bubblegum. Kijk aan. Oh, nummertje 415. En de laatste pop is... Van Rocky en Bullwinkle. 449. Yes. En vergis je nou niet, hè, dat je zegt, ja, wel die heeft bij de Kruidvat gelegen, misschien heeft het ook bij de Action gelegen, of misschien wel bij de Trekpleister, maar niet. Trekpleister, nou goed, dat wil ik dan ook wel door de vingers zien, want dat is natuurlijk Kruidvat. Maar geloof me, er is maar 1 pop hiervan die bij de Kruidvat heeft gelegen. En hij is echt moeilijk. Ik weet, het is een hele moeilijke vraag deze keer. Ja, je kunt het te weten komen door alle video's te bekijken die ik gemaakt heb ooit. Ja, daar ben je wel eventjes bezig. Alle Kruidvat video's, er is wel een leuke playlist van. Ik zou zeggen, als je je verveelt... En je houdt niet van het weer buiten. Ga lekker even binge-watchen en dan zie je hem voorbij komen. Noteer het. Maar goed, voor de echte de vaste kijker, die weet het meteen. Er zit een post bij van series die zeker op de Kruidvat hebben gelegen. Sommige van de Action, maar er is er eentje van deze 4. En die heeft echt alleen maar de Kruidvat gelegen. Goed. Laat even weten welke dat is. Hè? En vergeet je natuurlijk niet te abonneren en video te liken. Dan moet je echt doen om kans te maken op die giveaway van 25 euro. En dan kun jij winnen. Heel vet. Goed, tot zover deze video. Ik ben heel benieuwd wat jullie er allemaal van vinden. We gaan natuurlijk nog hele vet andere video's maken. We hebben een hele gave samenwerking gaan we aan met een nieuwe... Ja, is het een nieuwe webshop? Ik krijg daar nog het een en ander voor door. Maar dat gaat echt heel erg gaaf horen. Hè, die doen iets met gesigneerde pop zelf. Dus dat gaat echt tof horen. Daar gaan we een leuke video van maken. Comic-Con, uiteraard, is geweest. Ja, daar hebben we natuurlijk ook iets heel vet voor gemaakt. Dus daar gaan we ook gave video's hebben we daarover gemaakt. Zijn we nog allemaal monteren. Het is verschrikkelijk druk. En verschrikkelijk warm, kan ik jullie vertellen. Dus hoe vet is dat? Ja, vergeet je eigen abonneren, niet te abonneren. En druk op dat belletje. Als je belletje drukt, krijg je namelijk een melding. Als die video dus online staat. Hè, kun je meteen zien. Kun je ook meteen zien of je gewonnen hebt. Hè, heb je de prijsvraag gewonnen of niet. Ja, en als je niet gewonnen hebt, niet getreurd. Hè, we doen gewoon weer een nieuwe giveaway volgende keer.
Hoe vet is dat? En druk op dat duimpje omhoog. Ook dat moet je doen om mee te doen aan de giveaway. En dat zou ik heel erg tof vinden. Goed, ik zou zeggen allemaal super bedankt voor het kijken. Super bedankt voor al het kijken van alle Kruidhof video's en alle andere video's. Hè. Zie ik jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Groetjes, doei. Doei.